Lisa, met welk gevoel kom je nu terug? Ja, een heel spijtig gevoel omdat ik gevallen ben op grond. Want anders had ik waarschijnlijk zeker al een allround finale. Hopelijk heb ik het nog. We zullen duimen. Hoe is eigenlijk de voorbereiding naar het wereldkampioenschap gegaan? Heel goed, maar ik heb wel een kleine blessure gehad aan mijn buikspier. Daar was een scheurtje in, maar dat is allemaal goed voorbij gegaan. Dus dat is heel goed verlopen. En hoe voelt het om voor eigen publiek te turnen? Je hebt het alles gedaan op het Europees kampioenschap, maar het is nu een wereldkampioenschap. Het is nog groter. Ja, een heel leuke sfeer vooral. Dat vond ik heel tof. En ja, ik vond het een heel leuke wedstrijd. En welk gevoel geeft dat als je klaar staat voor je oefening en je hoort heel het publiek roepen voor jou? Dat is heel leuk om te horen dat iedereen hier voor mij is. Als laatste vraag, hoe kijk je nog naar de volgende gymnast, de volgende Belgische meisjes? Ik ga zeker supporteren voor Laura en hopen dat ze het ook goed doet. Oké, bedankt voor het interview, Lisa.